voor zijn inbreng in de eerste termijn. Niet nadat ik de leden erop heb gewezen dat ik twee interrupties toesta in de eerste termijn van de zijde van de Kamer en twee in de termijn antwoorden van de minister. Gaat uw gang, meneer Van Aspen. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, als we echt iets aan de klimaatverandering willen doen, dan moeten we alleen niet stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen, maar ook de bio-industrie beëindigen. Want dat is toch wereldwijd een van de grootste uitstoters van broeikasgassen, CO2 en methaan. Nou, die bio-industrie die staat vanmiddag op de agenda in de plenaire zaal. En na mijn bijdrage zal ik inderdaad helaas deze commissievergadering moeten verlaten om in die plenaire zaal mijn bijdrage te leveren. Voorzitter, voorkomen is beter dan genezen. Maar als ik om me heen kijk, dan zie ik overal problemen die door ons eigen handelen zijn veroorzaakt. Door de gaswinning in Groningen bijvoorbeeld. We hebben gezien wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Aardbevingen, psychische klachten van bewoners, fysieke schade aan gebouwen, onverkoopbare huizen. Alles als gevolg van de gaswinning. Maar die gaswinning blijft niet beperkt tot Groningen. Ook bijvoorbeeld in Friesland wordt gas gewonnen. En in de Noordzee en in de Waddenzee. Sterker nog, er zijn 4 nieuwe winningsvergunningen voor gaswinning in de Waddenzee aangevraagd. En daarover maken mensen zich terecht zorgen. Voorzitter, die Waddenzee is een prachtig stuk Nederlandse natuur, UNESCO werelderfgoed. Maar het is ook bedreigd werelderfgoed. Het Wereld Natuurfonds waarschuwt voor onherstelbare schade door bodemdaling. Biodiversiteit zal verloren gaan als zandplaten niet meer droog vallen, want het fragiele ecosysteem wordt dan verstoord. Een belangrijke voedselbron voor trekvogels gaat daarmee verloren. Voorzitter, ik vraag de minister het financiële belang van enkele bedrijven niet boven het belang van ons allemaal te zetten en daarom niet in te stemmen met de winningsvergunningen. Graag een reactie daarop. Voorzitter, terug naar het Friese vasteland. Het Canadese mijnbouwbedrijf Vermilion Energy heeft aangegeven gas te willen winnen bij Oppenhuizen. Uit onderzoek van de mijnbouwer zou blijken dat de bodemdaling beperkt zou blijven tot 2 centimeter. Maar de gemeente Zuidwest-Friesland en de provincie Friesland hebben een second opinion aangevraagd. En daaruit blijkt dat de bodem tot wel 6 centimeter kan dalen. In de second opinion worden ook de kansen op aardbevingen heel anders ingeschat. Alle reden dus om te twijfelen aan de vergunning die nu is afgegeven. Is de minister bereid om de afgifte van de vergunning stil te leggen? Wat de Partij voor de Dieren betreft, wordt er bij Oppenhuizen niet geboord naar gas. Zeker niet als de risico's niet goed in kaart zijn gebracht. En zeker niet voordat alle aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zijn geborgd in de wet. Voorzitter, de Kamer wil dat mensen die worden opgezadeld met scheuren in hun huizen veroorzaakt door de gaswinning, niet in eindeloze procedures verwikkeld raken om die schade vergoed te krijgen. Daarom heeft de Kamer een amendement van de Partij voor de Dieren en de PvdA gesteund om de bewijslast bij dit soort schades om te keren. De minister stribbelt nu al bijna een jaar tegen en we wachten nog steeds op antwoorden op de vragen die we schriftelijk hebben gesteld over het voorstel van de minister om deze omkering van de bewijslast alleen voor Groningen te laten gelden, het Groninger Veld met name. De Friezen lijken daar nu echt dupe van te worden. Waar blijven de antwoorden en op welke manier legt de minister uit aan de Friezen dat zij kennelijk minder rechten hebben dan de Groningers? Laat duidelijk zijn, wat de Partij voor de Dieren betreft, wordt voor heel Nederland de omkering van de bewijslast alsnog zo snel mogelijk in de wet vastgelegd. Voorzitter, als we naar de omkering... Voorzitter, bij de vragen waar de heer Wassenberg naar verwijst, hè, bedoelt hij de schriftelijke inbreng bij het wetsvoorstel? Ja. Een verduidelijkende vraag van de minister. Ja. Maar dan weten. Okay. Voorzitter, als we de omschakeling naar een duurzame energiehuishouding willen maken, dan moeten we vooral niet de infrastructuur ondergronds vergeten. Met het openstellen van warmtenetten kunnen we voorkomen dat we van een enkele leverancier afhankelijk worden. En daarbij moet in het bijzonder ruimte zijn voor leveranciers van duurzame energie. Aangezien bijna alle warmtenetten in Nederland op dit moment gebruik maken van warmte uit industriële installaties. Als deze echter worden ontmanteld of zuiniger worden, is het van belang dat er duurzame leveranciers overblijven. Is de minister bereid om voor nieuw aan te leggen warmtenet als voorwaarde te stellen dat deze gebaseerd zijn op lage temperatuur geothermie? Graag een reactie daarop. Tevens moet energiebesparing door burgers worden gestimuleerd. Dat betekent dat ze niet gedwongen moeten worden mee te betalen aan warmtenetten als zij daar zelf geen gebruik van maken. Is de minister bereid om burgers die door energiebesparing geen gebruik maken van warmtenetten vrij te stellen van de verplichte bijdrage?
Ik blijf nog even bij de bodem, voorzitter, want frakken, en dan in het bijzonder schaliegaswinning, kan desastreuze gevolgen hebben. Uit het plan MER schaliegas, dat al eerder is besproken, blijkt bijvoorbeeld dat schaliegaswinning leidt tot risico's voor het grondwater. En dat ons grondwater daardoor in gevaar komt. Desondanks is schaliegaswinning in aan drinkwater gelieerde gebieden nog steeds niet uitgesloten. Is de minister bereid om in de structuurvieze ondergrond, de strong, een permanent verbod op schaliegaswinning in alle gebieden voor de drinkwatervoorziening op te nemen? Dus ook op meer dan 1 kilometer diepte en in bijvoorbeeld intrekgebieden, grondwatervoorraden en reserves? Graag een reactie. Ten slotte, voorzitter, de energiedialoog. Er is inmiddels genoeg gepraat. De energiedialoog betekent alleen maar verder uitstel van het nemen van maatregelen. Onze klimaatdoelen worden niet gehaald, de CO2-uitstoot neemt toe en hoe langer we oplossingen uitstellen, hoe moeilijker ze gehaald zullen worden. Bovendien wordt de burger toch al nauwelijks betrokken bij de energiedialoog. Sommige bijeenkomsten zijn op voorhand al overtekend door bedrijven en door insiders die toch al bij het energievraagstukken betrokken zijn. In hoeverre bereikt deze dialoog nog een nieuw publiek? En wat wil de minister eigenlijk met deze dialoog bereiken? Voorzitter, het is niet alleen het uitstel in de vorm van de energiedialoog waar de Partij voor de Dieren zich zorgen over maakt. Ik blijf me sowieso afvragen of het kabinet zich van de dringende noodzaak van het nemen van maatregelen voldoende bewust is. Waarom worden anders niet alle kolencentrales gesloten? Als we de opwarming van de aarde tot 1,5 of 2 graden willen beperken, zoals afgesproken in Parijs, moet de CO2-uitstoot minstens 40% gedaald zijn in 2020. Dat is alleen haalbaar als we alle kolencentrales sluiten. Maar wat doet het kabinet? Dat kiest ervoor om misschien 2 centrales te sluiten, in aanvulling op het toch veel te zwakke energieakkoord. Maar dat betekent dat 3 andere kolencentrales open blijven. In dit tempo, vrezen wij, komen we er nooit. Ten slotte, voorzitter, in dagblad Trouw stond vanochtend een interessante brief over het achterhalen van de herkomst van olie. Niet alle olie is exact hetzelfde. Olie uit elk olieveld is uniek als het gaat om samenstelling. Zo zijn er variaties in zwavelgehalte en metalen. Elk olieveld heeft als het ware zijn eigen vingerafdruk, als ik het zo mag omschrijven. En met behulp van die vingerafdruk kan worden gekeken naar de herkomst van de olie. Tijdens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken zei de minister van Buitenlandse Zaken dat de herkomst van olie niet te traceren is vanwege de ingewikkelde verkooproutes. En dat hij dus weinig kan doen aan het stoppen van de financiering van ISIS door oliewinning. Maar via die vingerafdruk van aardolie in de olieopslagen en overslagen in Nederland kunnen we dus wel degelijk uitzoeken of we hier in Nederland op benzine rijden die ISIS helpt hun gruwelijke daden te financieren. Is de minister bereid om te laten onderzoeken hoe die unieke samenstelling kan leiden tot de herkomst van de olie? Want daarmee zouden we een van de belangrijke financieringsroutes van ISIS kunnen afsnijden. Graag reactie daarop. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. En dan ga ik naar eigenlijk de eerste spreker voor dit.